Wie leiding geeft aan een groep tieners zorgt als een herder voor zijn schapen. In een gemeente mogen wij als onderherder dienst doen ten dienste van de opperherder. Kenmerkend voor een schaapherder is dat hij de namen van alle schapen die om hem heen lopen kent. Van die schapen die dicht bij hem lopen, maar ook van die schapen die verder van hem afdwalen. Zorg daarom dat je aan het begin van een clubseizoen de namen van je tieners goed uit je hoofd kent. Dat op het moment dat je hen tegenkomt, naast de kerk of in de hal van de kerk of in de supermarkt, hen aan kan spreken bij hun eigen voornaam. Dat roept herkenning op en zorgt er ook voor dat zo'n tiener het idee heeft dat u weet wie er naast u loopt. Een andere manier om uw schaapjes aandacht te geven is om op momenten buiten het club- of verenigingswerk om aandacht te geven aan zo'n lammetje of aandacht te geven aan zo'n bok. Dat kan bijvoorbeeld op zijn verjaardag door een kaartje te sturen, een WhatsAppje, een Facebookberichtje, waarin u laat merken dat u hem het beste toewenst voor zijn nieuwe levensjaar, maar ook weet wat er speelt in zijn eigen leven. Een schaapherder is namelijk niet 2 uur per week of 2 uur per 14 dagen in zijn schaapskooi. Een schaapherder is 24/7 bezig met al die schaapjes die om hem heen lopen. Daarom is het ook onze opdracht om niet alleen in het moment van een clubavond aandacht te hebben voor al die schaapjes om ons heen, maar ook daarbuiten oog te hebben voor dat wat er speelt in het leven van een jongere. Er is een manier om 24/7 met hen in verbinding te zijn. En dat is die schakel die er is tussen ons als onderherder met de opperherder en met de schapen zelf. Ga iedere dag voor uw tieners in gebed en vraag of de Heere als opperherder dicht bij die schapen wil blijven.